Dit is Claudia uit Milaan. Ze valt in voor een secretaresse die met zwangerschapsverlof is. Marek is een Pool. Hij voltooit net een opdracht van 3 weken als programmeur. Andrew uit Engeland is enkele maanden geleden op een bouwterrein aan de slag gegaan nadat hij lange tijd werkloos was. Deze Europeanen hebben 1 ding gemeen. Ze werken als uitzendkracht. Miljoenen Europeanen werken momenteel via deze flexibele tewerkstelling. Claudia, Marek en Andrew hebben ook een gemeenschappelijke zorg. Mag men hen vragen om onder minder gunstige omstandigheden te werken dan wanneer ze rechtstreeks door het bedrijf zouden zijn aangenomen voor dezelfde baan? Het antwoord is nee. Het is een Europese wet die uitzendkrachten beschermt en ze recht geeft op een gelijke behandeling. Ze hebben dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden als hun collega's die rechtstreeks door het bedrijf zijn aangeworven. Dat is van toepassing op de loon, de arbeidstijd, pauzes, rusttijden, vakantie en antidiscriminatiemaatregelen. Uitzendkrachten hebben dezelfde behoeften als het ander personeel en moeten dus toegang krijgen tot bedrijfsvoorzieningen zoals kantines, kinderopvang en vervoerfaciliteiten op dezelfde basis als hun collega's. Hun toegang tot opleidingen moet ook verbeterd worden. Uitzendkrachten moeten de kans krijgen om een vaste baan te vinden en moeten dus ingelicht worden over de vacatures in het bedrijf of de organisatie waar ze werken. In sommige landen zijn het de sociale partners die over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de uitzendkrachten onderhandelen. Maar een algemene bescherming moet in elk geval gegarandeerd worden. Natuurlijk heeft elke EU-lidstaat zijn eigen regelgeving. De EU-wet bepaalt de algemene rechten die moeten worden toegepast. Betere bescherming voor uitzendkrachten. Meer flexibiliteit voor bedrijven.